Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is volgens mij alweer een hele tijd geleden dat ik een update heb gedaan van hoe het met mijn buik ging. De operatie is nu zo'n 4 maanden geleden en het leek me goed om eerst een update te doen. Met name omdat er een aantal vreemde dingen zijn. Maar ook gewoon hoe het gaat. Dus het zal niet zo'n uitgebreide update zijn als de vorige keer. Tenminste, dat zeg ik nu, maar meestal klets ik er veel te veel. Maar ik denk dat het niet zo'n uitgebreide is en ik ga er sowieso nog één opnemen na de eindcontrole die ik binnenkort heb. Maar zeg ik dat goed? Ja, zo'n 4,5 maand geleden nu. Nou, anyhow. Ja, hoe is het? Het gaat goed. Ik heb natuurlijk de operatie gedaan vanwege de functionaliteit. Hè? Mijn buikspieren deden het niet meer. En die doen het weer. Daar ben ik heel erg blij mee. Natuurlijk is het nog niet zoals vroeger. Ik ben aan het trainen daarvoor. Ik doe dagelijks oefeningen. Ik moet zeggen dat ik ze tegenwoordig iets vaker vergeet. Maar dat is ook als je geen pijn meer hebt, zeg maar, dan denk je er ook niet meer aan. Maar ik probeer ze in ieder geval elke dag te doen. En dat gaat op zich prima. Ik merk, zeg maar, dat het signaal van spieren naar hersenen, precies hoe je ze moet aanspannen. Hè? Dus dat je eerst je bekkenbodem spant en dan de rest. Dat soort dingen, dat blijft gewoon nog eventjes. Daar is gewoon oefening voor nodig. Maar het werkt wel weer. Toen ik voor het eerst bij de chirurg was en op de tafel moest gaan liggen, moest ik op mijn rug liggen en mijn been omhoog doen. Onmogelijk. Gewoon niet. En ik wist het niet eens, want ik had het natuurlijk nooit. Wanneer probeer je dat? Nou, ongeveer nooit. Maar nu probeerde ik het dus laatst en het kon gewoon weer. Nou, het is zoiets bizar. Dus qua functionaliteit gaat het goed. Het is gewoon een kwestie van opbouwen, maar ik heb daar echt gewoon een goed gevoel bij. Waar ik een iets minder goed gevoel bij had, was mijn huid. Eigenlijk, hoe lang nu al? 2 maanden of zo? Nou, misschien al wat langer, weet ik niet. Begon mijn huid met vervellen. Niet een beetje vervellen, maar gewoon helemaal vervellen. Dus ik smeerde het de hele tijd in met body lotion, olie, crèmes. Alles om maar vocht en vet, zeg maar, in die huid te krijgen. Dat mocht allemaal niet heel erg baten, maar ik bleef gewoon smeren. Want dat zag er in ieder geval wat leuker uit. Tot, ik denk zo'n 3 weken geleden dat ik, zeg maar, een soort uitslag begon te krijgen. Toen dacht ik, en dat werd erger en erger en jeuken. Je wil het echt niet weten. Ik werd helemaal gek van de jeuken. Het was zelfs zo erg dat ik gewoon niet meer kon nadenken. Omdat gewoon dit hele vlak jeukte. Echt verschrikkelijk. Mijn zoontje was op de gang aan het spelen. Maar goed, het jeukte verschrikkelijk en die uitslag werd erger en erger. Is dit? Dus op een gegeven moment dacht ik, dit is niet goed. Dus toen heb ik de chirurg gebeld en die zei, kom maar langs. Dat was gisterochtend. En die keek ernaar en die zei echt, oké. Ik krijg zelfs jeuk als ik er naar kijk. Dus ik snap dat het heel vervelend is. Dit heb ik niet eerder gezien. Dus toen ben ik doorverwezen naar dermatoloog. Toen ben ik gistermiddag geweest. En ze zei dat het eczema, ik noem het crapuleum of zoiets. In ieder geval eczeem door een hele droge huid was. Hoe dat precies kan, weet ik nog niet. Daar kom ik achter bij mijn volgende afspraak met de chirurg, hoop ik. Maar daar kwam het dus door. Dus ik heb nu een eczeemzalf gekregen. Ik heb nog nooit eczeem gehad. Dus ik zal zo meteen mijn buik laten zien. Daarbij moet ik wel zeggen dat het ook kan zijn dat ik het stukje eruit knip. Want als ik het echt verschrikkelijk vind op beeld, dan ga ik het gewoon niet doen. Want het gaat natuurlijk over het proces van het herstel na de buikwandcorrectie. En niet zozeer over een gekke uitslag. Maar aan de andere kant denk ik, je kan het maar weten. Ik moet zeggen dat ik dus gisteren ben begonnen met die hormoon zelf te smeren. En echt, ik denk een paar uur later dacht ik al, de jeuk werd minder. Het was veel minder rood. Dus het is nu echt, en ik heb dus pas 1 keer gesmeerd, echt al heel veel beter. Dus fantastisch. Ik mag, eind van de middag mag ik er weer mee smeren. En in de tussentijd smeer ik dan met Vaseline Nanette. Ik ben helemaal content. Er zijn 2 dingen aan mijn buik waar ik niet tevreden over ben. Ik deed natuurlijk voor de functionaliteit. Verder vond ik mijn buik prima. Ik had een rare bobbel, maar dat kwam door de buikspieren. Dus ik dacht, als die weer aan elkaar zitten, is prima. Ik heb, zoals je weet, geen vet en vel weg laten halen.
Maar nu, na de operatie, is mijn huid een beetje... Ja, ik noem het fluffy. Het is niet... Hè, mijn huid was vroeger gewoon strak. Dus het is fluffy. En dat ben ik gewoon niet gewend. En mijn navel staat scheef. Daar heb ik het al eerder over gehad. Dat kon zijn door het vocht. Het fluffy kan ook komen door het vocht. Alleen, de arts zei wel, oké, nu 4 maanden na de operatie zou dat eigenlijk wel een beetje weg moeten zijn. Dus dit is iets wat ik ga bespreken. Dit was de chirurg die bij mijn operatie was, maar niet degene die mijn basis, zeg maar mijn hoofdchirurg was. Die kon niet op korte termijn, dus ik was nu bij hem vanwege die uitslag. Maar ik heb dus binnenkort weer een afspraak met mijn chirurg die de operatie heeft gedaan. En die gaat hier dus ook goed naar kijken. Dus ik weet nog niet wat daar al niet aan gedaan kan worden. Maar voor nu. Hij zei ja, het is natuurlijk niet te bedoelen dat je één probleem oplost en een ander probleem krijgt. Hè? Dus dat is, maar goed, dus daar moeten we het over hebben. Maar goed, ik ga het gewoon laten zien. En misschien zien jullie het en misschien niet. Dit is in kleren. Nou ja, goed, dan zie je dat, dat het gewoon allemaal plat is. Helemaal leuk. En dan zie je hier, en ik weet niet of het goed overkomt op beeld, maar de rash. Nou, dat is dus echt, gisteren was dit hele gebied knalrood met van alles. Jullie willen het niet weten. Nou goed, het litteken, wat jullie natuurlijk wel willen zien. Nou, dat ziet er allemaal heel netjes uit. Smeer ik gewoon in. Ja, hier zit een beetje een raar plekje, maar verder is het gewoon, vind ik, een heel net litteken. Nou, mijn bikini zit over het algemeen hier, dus ik moet wel iets hogere bikinis gaan doen. Maar goed, dat is dan maar zo. Ja, verder ziet dat er gewoon goed uit. Maar mijn huid is dus heel... voelt ook nog steeds niet helemaal normaal. Dit is goed. Dit is gewoon zoals ik mijn huid ken. Maar hier, dit is heel... ja, fluffy. Het is niet echt... het is niet vet of zo. Het is, ik ben zelfs afgevallen. Het is... ja, het is een soort, nee, die, ik kan het niet goed uitleggen, maar het is een beetje een gek soort structuur. Wat ik dus niet herken van mijn huid. Misschien dat het iets te maken heeft met dit hele eczeem gebeuren. Dus misschien dat het daardoor, nee, dat het ook gewoon weer weggaat als dat weggaat. Maar dat weet ik niet. Maar ja, voor nu is het in ieder geval niet iets dat ik denk, nou, de poepie. Ik ben dus ook wat afgevallen. Dat heb ik eigenlijk niet bewust gedaan. Maar dat is wel gebeurd. Ik denk dat het ook gewoon een soort van... ik heb natuurlijk wel in de periode dat ik niks kon, heb ik wel iets meer op mijn eten gelet dan normaal. Normaal let ik namelijk niet op mijn eten. Iets meer opgelet omdat ik dacht, ja, weet je, als ik gewoon een paar weken niks mag, zeg maar. En alleen maar moet zitten en liggen. En af en toe een rondje rond het aanrecht. Dan moet ik wel een beetje opletten wat ik erin schuif. Dat ik niet weet ik van wat er allemaal in schuif. Dus daar heb ik destijds wel een beetje op gelet. Maar ja, ook niet echt noemenswaardig. Ik heb toch ook het gevoel dat, dat ik gewoon heel veel vocht vasthield. Maar dat ook een soort van shift heeft gehad. Dus ik weet niet, maar goed. In ieder geval ben ik wat kwijt. En ja, kleinere broekmaat, kleinere shirtmaat is logisch. Omdat ik natuurlijk altijd hele losse dingen aan wilde. Omdat ik niet wilde dat je die gekke buik zag. Maar... ja, dus ik ben wel wat afgevallen. Dus dat verklaart niet waarom ik dan ineens een soort raar fluffy buikje heb. Maar goed, het zal allemaal wel goed komen. Ik ben dus over functionaliteit heel tevreden. Ik ben niet tevreden over mijn navel. Want ja, ik weet niet of jullie het net heel goed konden zien. Maar hij staat dus ja, gewoon niet recht. Ja, dat vind ik jammer. Ik hou heel erg van symmetrie. Dat is... Dat weet de arts ook, want die hadden we nog grapjes over lopen maken. En ja, dit staat gewoon niet in het midden. Nou is het niet dat iedereen de hele dag mijn navel ziet, maar goed, in een bikini zie je dat natuurlijk wel. Dus ja, dat vind ik wel jammer. Dus dat, daar wil ik het graag over hebben. Ik ben nog steeds heel blij dat ik de operatie heb gedaan, want ik kan me nu al niet meer voorstellen dat ik mijn eigen kinderen niet kan tillen. Dus ik ben daar mega blij mee, maar het is... je moet er wel even een lange adem voor hebben om het allemaal oké te laten zijn. En kijk, en dat litteken wordt natuurlijk allemaal nog ongetwijfeld minder. Maar weet je, ik had me echt, dat was waar ik het meeste tegenop zag, was het litteken. De pijn en zo zou me echt niet wezen, want dat had ik toch al. Maar ik moet zeggen dat het litteken me gewoon echt wel heel erg meevalt. Dus daar ben ik best wel tevreden over. Je zag misschien ook aan mijn navel dat het... ik heb natuurlijk een nieuwe navel gekregen. Ik moet zeggen dat ik die ook steeds meer vind normaliseren. Maar doordat
alles eromheen zo fluffy is, blijf je gewoon een soort... Nou ja, wat ik steeds beschreef was dat je een papieren zakje een draai geeft en dan openklapt. Zeg maar, dat idee met mijn huid vind ik dus nog steeds... Ja, dat ziet er gewoon niet uit zoals een normale navel eruit ziet. Dus ja, mijn navel in basis wel, maar dat daaromheen vind ik dus een beetje gek. Dus nou, daar ga ik het gewoon over hebben. Daar ga ik jullie zeker ook over bijpraten daarna. Maar ja, dit is voor nu de update. Oh, en nog iets heel belangrijks, want dat heb ik nog niet gezegd. Er komen ook vragen over vergoedingen. Ik heb het volgens mij wel eens in de video benoemd, maar bij mij is het niet vergoed. Dat komt omdat er regels zijn voor het doen van een buikwandcorrectie. En bij een buikwandcorrectie moet je zoveel overhangend vel hebben, et cetera. Nou, dat heb ik natuurlijk niet, want ik heb geen overgewicht gehad. Ja, ik ben gewoon zwanger geworden, mijn buikspieren zijn niet meer bij elkaar gekomen. Maar omdat ik dus niet voldoe aan de regels van een vergoeding, werd het niet vergoed. Dat is natuurlijk, op z'n zacht gezegd, absurd. Want bij mij was het puur medisch, niks cosmetisch gedaan. Dus echt alleen de buikspieren aan elkaar gezet. Omdat die hun werk niet meer konden doen. En dat is bevestigd door de chirurg, door de fysio, door de dokter, door een andere chirurg. Dus het is te gek voor woorden, maar het is dus niet vergoed. Nou heb ik, een aantal van jullie hebben mij benaderd hoe het zit met vergoeding. En er zijn ook mensen die het al gedaan hebben en inderdaad zeiden dat dat niet vergoed werd. En of ik dat ook zo absurd vond. Uiteraard. Ik heb een half jaar gestreden met mijn verzekering en ik heb het niet vergoed gekregen. Ik vind het echt van de zotte. Ik hoefde niet vet en vuil weg te halen. Ik was prima tevreden. Alleen mijn lichaam deed het gewoon niet meer. Ik kon mijn eigen kinderen niet tillen. Ik kon niet meer bukken zonder te huilen. Dat is niet oké. En dat ging niet beter worden. Dat hadden ze ook gezegd. Het ging niet meer naar elkaar komen. Dus dan had ik de rest van mijn leven dat gehad. Dat is natuurlijk niet oké. Er is mij gevraagd of ik mee wil doen aan een petitie voor de minister. Dat wil ik absoluut. Ik moet zeggen, mijn vader heeft de strijd ook nog niet opgegeven. Ik was er dan alweer al een beetje klaar mee. Maar mijn vader heeft de strijd nog niet opgegeven. Het is namelijk een dure operatie. Dus mochten er meer van jullie zijn die dit ook hebben gehad. Die is nou, in hetzelfde geval hè, dat het puur medisch is. Hè, dus niet vanwege overtollig vet of vel. Maar gewoon puur cosmetisch of puur medisch de buikspieren aan elkaar. Let me know. DM me op Instagram of zet het hieronder. Of stuur me gewoon een mailtje. Karine@blondebeautyfashion.nl. Kan ook gewoon als je volgens mij op mijn site op de mailbutton klikt, kan het ook. Maar in ieder geval, let me know. Want dan kunnen we ons misschien gezamenlijk staan we sterker. Dus laat dat echt eventjes weten. Want het is, ik ben heel blij dat iemand daarover begon. Want ik wilde daar zelf niet al te groot ding van maken. Maar het is eigenlijk natuurlijk gewoon te belachelijk voor woorden. Het is gewoon niet oké. Als je been breekt, word je ook gewoon geopereerd. Wordt het ook gewoon vergoed. Als je buikspieren breekt, dan niet. Het is gewoon heel raar. Goed, dat was het. Voor de mededeling. Ik hoop dat jullie de video interessant vonden. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag heel snel bij een van mijn vlogs elk weekend. Of een update over Elin.